Deze vrouw die ranselt haar man lekker af met een stoffer. Onze voorouders genoten van zulke plaatjes en er zijn er miljoenen van gedrukt. Het museum in Veldhoven heeft er 1600. Voor onderzoekers is het natuurlijk een ongelofelijke schat. Want eigenlijk kijken we naar de Instagram en de Facebook van toen. Het is alsof je iedere keer een ontdekking doet. Je hebt een hele grote schat, maar iedere keer vind je weer een nieuwe laag. Er stonden spelletjes op de prenten, religieuze afbeeldingen of gruwelijke verhaaltjes. Door deze uitdagende houding van Wood greep de menseneter Kareltje vast en wrong hem den hals af alsof hij een kieken geweest waren. Het museum wil meer gaan doen met de collectie prenten. Ze zijn er trots op. Nou, er zijn er inderdaad honderden miljoenen van, dat zijn schattingen, zijn er van gedrukt. Maar omdat het dus op heel goedkoop papier werd gedrukt en omdat het eigenlijk als vluchtig drukwerk werd gezien, zijn er relatief heel weinig van overgebleven. Het Oude Slot heeft kunstenaars van nu gevraagd de prenten eens goed te bekijken. Want er kan niemand beter naar plaatjes kijken als plaatjesmaker zelf. De kunstenaars hebben voor deze expositie nieuwe prenten gemaakt. Hun reacties zijn even divers als de originele. Schoonheid, boertigheid, het zit er allemaal in. Het plan is om voortaan 2 keer per jaar een expositie met de prenten te maken.